Zo. Dit is vet. Mijn naam is Niels Langeveld en ik ben van beroep autocoureur. Ik ben uiterst competitief en wil in alles het maximale bereiken. Ik ga jullie laten zien wat ik er allemaal voor moet doen om maximaal te kunnen presteren en te winnen. Wil je net als ik van je hobby je beroep maken? Blijf dan kijken. Hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe racevlog. En vandaag rij ik in mijn Seat naar Huizen voor weer opnieuw een simulatortraining bij mijn coach Herman de Jager. En het allermooiste is, Herman die heeft iets nieuws en dat ga ik vanavond voor het eerst uitproberen. Ik ga namelijk nu met een soort deksel op mijn hoofd, een soort bril. En dat heet de Oculus Rift. Daar ga ik mee trainen vandaag. En wat is dat precies? Eigenlijk is het een bril die je op je hoofd zet. Waardoor je de hele wereld om je heen 3D ziet. Dus 3D gamen. En op het moment dat ik mijn hoofd naar rechts beweeg in de auto, kan ik dus ook echt door het ruitje opzij naar buiten kijken. Nou, dan ga ik jullie dus straks een beetje laten zien hoe dat werkt en hoe ik dat ervaar voor die eerste keer. Tevens wil ik jullie iets meer meenemen in de wereld van het racen op simulatoren. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Waarom doe ik het? En wat leer ik er allemaal mee? Goed, we lopen nu eventjes bij Herman de tuin in. We gaan eens even kijken of er iemand thuis is hier. Hallo? Hoi. Ben je lekker aan het koken? Ja. Wat gaan we eten? Kip. Kip? Met? Met groenten. Oh, lekker gezond. Heerlijk. Hallo? Hey. Hoe gaat het hier? Goed. Kijk eens, de hele familie zit er al klaar voor. Kijk eens wat ik voor jou heb, vriend. Oh, dankjewel. Je hebt het eerste exemplaar, hè? Hey, zelfs de kijker heeft hem nog niet gezien. Laat eens even zien aan de kijker. Te gek. Wat een mooie. Draai een beetje. Beetje draaien. Oh. Ga je nou sneller, hoor. Op zijn vlog. Zet hem even op je kop. Oké. Cool. Cool, hè? Ja, en hij staat er inmiddels alweer helemaal klaar voor. We hebben nu gegeten. Herman is nu de simulator aan het instellen. Dan kan ik zo mijn eerste stint weer gaan rijden. Ik heb al één keer eerder gereden, dus ik ben benieuwd of ik mijn tijd kan verbeteren straks. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat je door heel veel op de simulator te trainen al een bepaald gevoel kan krijgen met de auto, maar ook voornamelijk met de baan. Hoe hard kan je de hoek om? Wat zijn je instuurpunten? En dat je eigenlijk een soort ritme krijgt. Dat als ik straks echt in die auto zit, waarin ik maar 2 keer 30 minuten heb tijdens de vrije training, dat ik gelijk naar het punt toe kan gaan waar ik op de simulator ook al getraind heb, zodat ik eigenlijk gelijk snel kan zijn en herken de momenten die ik ook op de simulator heb gehad. Ik heb zojuist eventjes gereden en ja, wel leuk, want ik ben 1,2 seconden sneller dan de vorige keer dat ik hier was. Maar Herman, je had een foutje in de bandenspanning staan, toch? Ja, vorige test was ik vergeten de bandenspanning scherp te zetten. Dus daar hebben we nu aanpassingen aan gedaan. Dat is ook het mooie van de simulator. Normaal kost het €380 per band. En dan is het een heel duur foutje. Nu kunnen we het op de simulator doen. Ja. En doen we 1 keer op escape, nieuwe bandjes erop, 2 keer op enter en Niels kan weer een paar rondjes rijden. Dus dat hebben we net gedaan en dat ging een heel stuk beter. Dus ik ben nu met de setup weer een beetje aan het spelen. Omdat de bandenspanning een belangrijke factor is, gaan we nu met andere kleine dingetjes nog aanpassen. En dit is dus waar ik het over had, de Oculus Rift. Deze zet je dus op je hoofd om je volledig over te geven aan de 3D-wereld. Dus ik ben razend benieuwd. Eerst nog even hierop testen, dit even serieus. Daar moet de meeste tijd en energie in gaan zitten. Dat is het meest belangrijk. En dan eind van de avond mogen we dit ding proberen. En nu is het moment eindelijk daar. Ik ga de Oculus Rift proberen. Ik ga hem eventjes opzetten. De kabel zo af. Wow. Dit is al helemaal vet. Ik kijk nu op het beginscherm. Cool. Zo, dit is vet. Wow, ik lig wel een beetje achter. Wow, het is dik. Kijk, hij rijdt naast me daar.
Oh. Ah, dit is echt ziek. Dit wordt echt een nieuwe. Dit is gewoon een nieuwe generatie weer. Ja, je moet wel oppassen, want het is duidelijk echt gewoon dat je in een andere wereld zit. En daar moet, lijkt wel alsof je mind, je hersenen moet daar even aan wennen. Dan voel je het wel een beetje opkomen, maar ik krijg het ook voornamelijk heel erg warm. Inmiddels zit ik weer in mijn Seat, onderweg naar huis. En heb ik weer een simulatortraining afgerond. Het is nu een uurtje of 9:45. Ik ben om 9:45 denk ik wel weer thuis. Het goede nieuws is dat ik toch weer 1,2 seconden van mijn tijd heb weten af te snoepen. Ja, voor simulatortraining is dat gewoon goed. En dat komt ook mede omdat we de afstelling weer verbeterd hebben vanavond. Ja, en die Oculus Rift, dat 3D, dat is natuurlijk echt mega vet. Als jullie dit filmpje dus ook vet vonden, graag een blauw duimpje. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie graag terug bij mijn volgende vlog.